kleine verrassing voor ons team. Dat ding hier van achter. Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. Deze week gaan we niet alleen de prachtige 992 Cabrio in Rose Metallic Gold rappen. We doen een Satin Light Grey rap op de nieuwe Z4. We doen een herstelling op de Nardo Grey Taycan. Een lakbescherming op de gloednieuwe Audi RS6. En we werken de Panamera e-hybrid af met een volledige X-Pel lakbescherming. En tijdens deze video leggen we u ook uit naar waar we binnenkort verhuizen. Polylevering is net binnengekomen en het is volgende week is iets anders dan zwart, grijs, wit en zilver. Alhoewel dat er glanzend zwart en mat zwart in zit, hebben we ook een gloss dark yellow en een light green gloss. En die light green gloss die komt op een Porsche Cayman, dus dat gaat iets super speciaals zijn. Dus zeker volgende week kijken naar de Raps of the Week. We hebben een kleine verrassing voor ons team en daarvoor gaan we naar een geheime locatie. Maar we gaan ze zelf laten uitzoeken waar dat juist is. Om het nog niet meteen te vertellen, hebben we uiteraard tips voorzien. En aan de hand van die tips gaan jullie moeten uitzoeken waar dat we naartoe moeten. Het is een rebus. Okay. Wow. Tof? Allee, alles van de tafel. Hier is een eigen deeltje van de rebus dat opgelost mag worden. En op die manier vinden jullie de locatie, de geheime locatie waar we elkaar zullen treffen. Alles erop. Ik weet het al. Weet je wat dat is of dan? Ik weet wel een stuk van de puzzel. Dat denk je niet. Voilà. Jullie, ik stel voor dat jullie samen nadenken waar dat je nog toe moet. Als je binnen een kwartiertje nog niet weet, laat me dat even iets weten. Dan zal ik een extra tip geven. We zien elkaar daar.
Ongezien dat wij een super bright team hebben, hebben ze uiteraard de locatie geraden. En we hebben ze met heel veel plezier kunnen vertellen dat dat ding hier vanachter hopelijk vanaf ergens in mei, hè, we zullen uiteraard een exacte datum communiceren als het zover is, onze nieuwe locatie wordt van onze BC Signature Shop. 400 vierkante meter bureaus en 600 vierkante meter wrap. Plaat voor onze lakbescherming en wraps aan te bieden. Pal op de A12, dus gigantisch goed bereikbaar. Nog meer parkeerplaats voor de deur en ja, hopelijk ook iets minder file als waar dat we nu zitten. Wij kijken alvast ontzettend uit naar het moment waar we jullie hier ook mogen ontvangen en naar een fantastische toekomst hier in Aartselaar. Dat is wel een pak hoger, hè? Goedemorgen, we zijn hier vandaag voor een nieuwe Curbstone Track and Test Day. Dat wil zeggen dat we niet alleen een hoop supercars op circuit gaan zien, ook een hoop wraps van ons in bewegende versie kunnen zien. En uiteraard gaan we hier een paar exclusieve wagens terug proper maken, zodat ze na een leuke track day ook zonder rubber en vuil op hun wagen terug naar huis kunnen. Eens even kijken hoe dat het met de Guardfield gesteld is. Ik heb ondertussen momenteel een tweede track day zo goed als achter de rug. We zijn twee derde voorbij de dag. 1, hij is nog heel, dat is een goed teken. En nummer 3, je ziet al heel duidelijk hoe clever dat ons design is. Want die zwarte rubberen strepen, die vallen helemaal niet op tussen al die zwarte accentjes op het oranje Guardfield gedeelte. De nummers zijn er al afgevlogen, maar dat was van de morgen zo koud dat de bijgeleverde trackday stickers bij de meeste auto's al verdwenen zijn. Maar voor de rest ziet dat er nog allemaal super goed uit en de rondetijden gaan steeds naar beneden. Dus dat is zeker goed nieuws voor de eigenaar. Met achter de prachtige Guardfield staat de nieuwe kleur van onze Rappla. Er komen uiteraard nog iets grotere logo's op, maar dat is toch al de nieuwe look. En dat ziet er natuurlijk helemaal anders uit dan onze kerstwrap. Beetje stylischer en een unieke kleursetting, want het mag nu eenmaal regelmatig eens iets anders zijn. Niet waar? Wat is dat? Je vinger krijgt,
Zijn de vinger krijgt stijf. Hij wordt stijf van zijn vinger. Mijn vingerspieren zijn toch niet zo goed, man. Je vingerspieren? Ik dacht dat ze beter waren. Met die ervaring opbouwen, man. Ja, maar ik dacht dat ik goed was. Zie je, verlies? Allee, ik ga dat met een ratjes opgebruiken, zeg. Man. Weet je wat je doet? Jij hebt het in de vingers, ik zie het. Ik heb het in de vingers. Ik heb het in de vingers. Zie je dat af? Het is weg, hè? Weg. Na deze zonnige dag, allez, zonnig, het is juist beginnen sneeuwen, zonnige maar koude dag op Francorchamps, zit het er hier op. Maar de week is nog niet gedaan, dus we gaan terug naar de shop. Voilà, we zijn terug van Curbstone, maar ze hebben hier zeker niet stilgezeten. Er staat al een Porsche Turbo Cabrio dan nog eens klaar voor volgende week in lekbescherming te zetten. Wat een sound. We hebben een BMW M2 Competition. Die na een ongevalletje moet voorzien worden van nieuwe light grey folie. Ook de light grey zitspier is al mooi gevorderd. Dan hebben we de Matrix Black GLE. Tom is de deuren momenteel netjes aan het afwerken. Ook de roze cabrio schiet netjes op. Gloss rose metallic. Blijft echt wel een super knappe kleur van Innozitech. De deurtjes staan er al helemaal op. Het zijn nu de bumpers in de achterflanken nog. De herstelling van de Nardo Grey, ook een Innozitech. Dus twee Innozitech wraps naast elkaar. De herstelling van de Nardo Grey zit er ook helemaal op. Moet enkel nog gecoacht worden. En dan is die ook terug klaar voor de baan. En deze Frozen Grey Z4 krijgt ook een stealth lakbescherming op de voorbumper. Dus die staat ook helemaal klaar. En dan gaat nu de Panamera Full X-Pel buiten voor levering. Weet jij wat het is, kan het zijn? Het is een allerhol en maakt dat wel allemaal uit. Geen idee. Nou dan, doe het eens open. Het is wel een hele rode kwijtje. Ja. Moet je dat eruit kloppen of? Gelijk Smarties van vroeger. Ik heb het op de mat. Zit er een zwart in? Een magneet. Allee. Jij was dat botje in jou? Allee, wat doe je dat dan? Dit is een roze mysterie. Wat moet je daarmee doen? Oh, nee, kom ik hier.
geoefend. Alles is spontaan hier. Ha, ha, ha. Ja. Kom, jongen, het is goed. Bal trekt met die camera. Ja, mama. Bij de quality check hebben we een klein foutje in de motorcap gevonden. Productiefoutje misschien. No idea, maar in elk geval, we gaan dat even terug opnieuw doen. Are you ready for the Matrix? De Mercedes GLE is helemaal ingepakt in de Matrix Black. Het is een heel speciaal textuur, zo'n beetje golfbal textuur, maar dan mat zwart. En van ver ziet dat er een beetje uit, zoals het zwarte zwart dat je al ooit gezien hebt. Super mat, dat is eigenlijk nog veel matter dan een gewone mat zwarte auto. Dus geeft gewoon een hele funky look aan de auto. En de GLE is al een stoere auto. Dus het ziet er natuurlijk bangelijk uit. Bovenop de wrapping hebben we nog onze X-Pel Fusion Ceramic Coating gezet. Waardoor het hem helemaal water- en vuil afstotend is. En dus ook super gemakkelijk te onderhouden. Ondanks de matte look. Deze is bijna af en als die af is, is dat meteen ook het einde van onze week in deze Wraps of the Week. Maar blijf volgende week zeker kijken, want dan gaan we de Z4 in de Satin Light Grey afleveren. We gaan de snelste Porsche Cabrio ook meteen aan de X-Pel lightbeschermingen geven. We hebben nog een Z4 die binnenkomt en nog allerlei andere leuke Wraps. Dus check zeker de Wraps of the Week van volgende week. Abonneer je op ons YouTube kanaal. En duwt op het belletje, dan krijg je er ook een melding van en kun je het zeker niet vergeten. En we geven volgende week uiteraard nog meer details over onze verhuis. We'll wrap you later.